Ik ben Jacob van Wielink. Ik ben Anne van Bokkum-Oerlemans. Wij schreven het boek Het Andacht van de Secure Base Coach. Samen met onze collega's Klaartje van Gasteren, Marnix Rijmerink en Leo Wilhelm. En met medewerking van Riet Vindelaars-Jaspers. Een secure base is een mens, een object, kan een plek zijn... waar je enerzijds een gevoel van veiligheid ervaart... waar je thuis kan komen, waar je tot rust komt. Anderzijds... Daagt het je uit om risico te nemen, om de veranderingen die het leven biedt, om die aan te gaan? En we noemen dat ook wel aan de ene kant caring en aan de andere kant daring. Als we met verandering worden geconfronteerd, dan zal ons brein van nature afgeleid worden en niet met pijn worden geconfronteerd. Je zou kunnen zeggen: ons brein haat pijn. En de fundamentele functie van een secure base is dat hij ervoor zorgt dat onze mind's eye gericht blijft op wat is er in de pijn te leren. Wat kunnen we erin ontdekken over onszelf, wat we eerder nog niet wisten. Waardoor we die uitdagingen aan kunnen gaan en onze pijn nooit belangrijker wordt dan datgene wat er te leren is. Een voorbeeld voor mij persoonlijk van een secure base is de bergen. Het roept oude herinneringen op, van dat ik daar met mijn ouders naartoe ging... Het geeft me een gevoel van rust. Ik kom er thuis. En het daagt me uit om iedere keer een stapje verder te gaan. Een belangrijk voorbeeld voor mij is mijn vader. Die mij al heel vroeg in mijn leven heeft geleerd om contact te maken met muziek, met sporten, met reizen, met de wereld ontdekken. Hij heeft mij geleerd om mijn horizon te verbreden. En dat helpt mij in het bijzonder op het moment dat het leven voor mij spannend is. Om me te herinneren aan dat die nieuwsgierigheid om verder te kijken dan waar je nu bent. Me helpt om die uitdagingen van het leven aan te gaan. En ook dat ik een keuze heb elke dag. Bij de vraag of ik mij wel wil verbinden met Secure Basis. Of ik me ook wil verbinden met die herinneringen die ik heb. Maar ook actueel. Of ik me kan en wil verbinden met mijn vader. Door bijvoorbeeld de telefoon op te pakken en hem te bellen. Of dat ik de keuze maak om dat niet te doen. Het Ambacht van de Secure Based Coach helpt professioneel begeleiders, ofwel van teams ofwel van individuen, om aan de slag te gaan met verandering. Want verandering is een constante in het leven van onze cliënten. En je leert in het boek hoe belangrijke thema's bij verandering een plek kunnen krijgen in de begeleiding. Denk daarbij aan hechting. Denk daarbij aan hoe maken we verbinding, maar ook thema's als hoe dealen we met emoties, met rouw, met trauma. Hoe werkt ons lijf als we met verandering worden geconfronteerd? De begeleider leert in het boek hoe die thema's werken, daarop te reflecteren en krijgt een enorm aanbod aan oefeningen om na het lezen van het boek concreet aan de slag te gaan de volgende dag met een van die vragen.